Rampen zijn natuurlijk verschrikkelijk, maar ze zijn ook fascinerend en spannend. Het is niet voor niets zo dat mensen dol zijn op rampenfilms. En een ramp kan ook een gevoel van solidariteit aanwakkeren en een gemeenschapsgevoel. Tijdens de 18e eeuw werden tijdens speciale bededagen deze gevoelens nog eens extra opgevoerd. Tijdens zo'n bededag kwamen mensen samen in de kerk en gingen ze samen luisteren naar donderpreken. Ze gingen bidden, ze gingen psalmen zingen. En dat alles om God weer gunstig te stemmen, want ze geloofden dat een ramp een straf was van God voor hun zonde. Iedereen zat daar bij elkaar in die kerk, een dag lang, sober gekleed, zodat er geen onderscheid was in stand. En ze mochten heel weinig eten, dus je moest vasten. En die ervaring samen zorgde ervoor dat het eigenlijk best wel leek die dag op een rampsituatie. En door die rampsituatie samen te beleven, werd solidariteit aangewakkerd en gemeenschapszin. En na zo'n dienst werd geld ingezameld, en dus heel veel geld. En misschien vonden mensen het ergens ook wel fijn om collectief te zwelgen. Een hele strenge kerkgemeenschap nog wel. Maar er is ook een soort moderne variant. Maar nu gaan de oude dijken. Nationale inzamelingsacties. In 1995, toen in Zuid-Nederland de rivieren bijna zouden gaan overstromen, zamelden Henny Huisman en Linda de Mol op tv heel veel geld in. Marco Borsato zong nog een liedje. En ook die teller die je daar bij die inzamelingsacties ziet, is eigenlijk ook eeuwenoud. Want al in het 18e eeuwse Groningen werden er een soort scoreborden gepubliceerd waarop stond hoeveel geld elke kerk had ingezameld. Dat rampen en de manier waarop we met rampen omgaan belangrijk is voor de vorming van identiteit weten we al langer. Maar in de geschiedenis hebben we vooral gekeken naar oorlogsgeweld en wat dat doet met identiteit. Terwijl in Nederland we ook een heleboel natuurrampen voor onze kiezen hebben gekregen. Denk maar aan het verhaal van onze strijd tegen het water, hoe dat verankerd zit in onze nationale identiteit. Nou, het is ontzettend actueel. Ik zie mijn onderwerp constant terugkomen in het nieuws. Alhoewel ik denk dat in Nederland het gevoel is dat rampen heel ver weg zijn. Wij zien vooral rampen in andere landen, in andere delen in de wereld. Maar eigenlijk moeten we misschien ons daar toch ook zelf ietsje meer zorgen om gaan maken. Als je in laaggelegen gebieden woont in Nederland, adviseert de overheid je zelfs om een opblaasboot op zolder te hebben. Dus wie weet kan het hier ook nog wel gaan gebeuren. Maar wat ik heel hoopvol vind is dat we weten uit onderzoek dat in rampscenario's, in rampsituaties, mensen over het algemeen eigenlijk heel solidair zijn en best wel lief voor elkaar. En mensen elkaar vooral willen helpen. Dus die Hollywood-apocalyptische scènes die je altijd ziet naar rampen, in het echt gebeuren die eigenlijk maar zelden. Complete chaos, plunderingen komen veel minder voor dan mensen die hun armen elkaar heen slaan en elkaar een boot in helpen. Faces of Science.